Ik ben een psycho teddy bear. Like this video. Anders steek ik jou ook neer. Duizend likes. Oké, mensen. Like even maar deze video in 3 seconden tijd. Anders is er een grote kans dat jij straks achternaam gezeten wordt door een of andere crypto. Dat moet je niet hebben. Auw. Oké. We gaan van de glijbaan af. Want ja, eerlijk. Dat zou leuk zijn. Maar wil je niet achternaam gezeten worden door teddyberen? Dan moet je deze video liken. Oeh. Oké, dat is niet best. Oh, man. Ik ben helemaal nat. Maar eerlijk. Wat vind je van die teddyberen? Ik vind ze toch wel een beetje creepy. Ik weet niet waarom. Maar ja, dat dus. Oké, laten we even over de glijbaan gaan. Ik wil over de trechter heen, man. Let's go, let's go, let's go. En yeet. Oké. En ja, we hebben het gehaald. Oeh, en wat deed mijn kat trouwens daar? Auw, en ik kletsje erin. En in ieder geval, ik zie mijn eigen kat liggen, hè? En er ligt een briefje bij. Wat staat erop? Dat mensen moeten abonneren. Abonneer nu op Daddy, anders kom ik achter je aan. Ik denk niet dat een kat achter je aankomt als je niet op mij geabonneerd bent. Ofwel soms. Dus als je niet geabonneerd bent, komt deze poes achter je aan. Nou, dat is niet echt aangenaam, maar... Oké, wacht, dat is een geintje. Er staat iets anders op. Kom nu naar huis toe. Oké, ik denk dat het hoogste tijd is om naar huis te gaan. En oké, we gaan hier even door de tunnel heen. Oh. Ja, in ieder geval, ik denk dat het best is om even naar huis te rijden. Dus laten we het even gelijk gaan doen. Dus even naar de kust gaan. Oeh. Oké, en even lekker duiken natuurlijk. Dat hoort er ook bij. Maar eerlijk, ik heb weer genoten van het grote waterpark. Want dat is wel het belangrijkste. Kijk dan, die glijbanen. Zouden jullie graag naar het waterpark willen? Like voor ja en negeer voor nee. Oké, mensen, ik kom dus uit het water gerend. En wat heeft dit dan weer te betekenen? Nee. Weet je van de vorige keer, Daddy? Ik ben het niet zomaar vergeten, hoor. Is dat zo Pennywise, hè? Achterlijke gek. Kom dan, hè? En je zal het weten. Ik zweer het je. Niks ervan. Je gaat lekker weg hier. Met die rotbest van je, hè? Denk je dat nou, hè? Stomme rotclown. Oh my god. De reden dat ik dit doe, die Pennywise dat... Ja, man. Hij weet niet eens waar ik het over heb, hè? Zo, lekker voor je, Pennywise. Lig je nou lekker? Hè? Sta je nou serieus op? Nee, lig jij. Kom. Hè? Kom. Wow. Au. Hé, je gaat me niet steken, vriend. Zo, liggen nu. Zo. Heb je nou eindelijk je lesje geleerd? Dacht het niet, Pennywise. Dag. Oké, nou, Pennywise heeft in ieder geval mooi te pakken. Wij gaan wel lekker door naar huis. Hey. Oeh, sorry. Shit, dat moest ik niet doen. Ik wou niet... Oké, zon lekker zou ik zeggen. Lekker verder zonnen. Dit moest niet gebeuren. In ieder geval, we hebben dus onze mooie Audi gepakt. En ik denk dat het een verstandig idee is om even lekker naar huis te vliegen. Tenminste, rijden bedoel ik. Niet vliegen, want dat is een slecht idee. Maar nee, ik wil dus even heel graag weer naar huis tot... Oh, ik had wel een beetje weer gehad op het strand. Maar ik moest dus naar huis toe, hè. En waarom eigenlijk nou weer? Ik snap er niks van. Ik zat lekker net op het strand. En dan krijg je dit gezeik weer. Auw. Ja, en dat. Maar goed, weet je wat mensen? Ik zie jullie thuis weg. Oké, dames en heren, we komen dus zo thuis aan. En jawel, ik weet echt niet wat er op mij te wachten staat. Dus ik ben heel benieuwd. Dus laten we even naar binnen rijden. Jawel mensen, hier is mijn huisje. Jawel, knuisje. Ik ben weer terug bij mijn eigen huisje. Oké, niet mijn eigen lantaarnpaal verrijden. Dat is misschien ook niet echt bepaald handig. Maar laat ik even naar binnen gaan rijden. Want ik ben dus thuis aangekomen. Jawel. En ik moest dus naar huis komen. Ik weet het al schemerig. Maar ja, de lucht is wel echt kapot mooi. Dat vind ik wel altijd wel natuurlijk zo laat. Dus ja, logisch. Oeh, en oké, daar staan we. Dus of de auto weer goed zetten. Kijk eens. Oeh, pas op. Niet je eigen shit om van me verrijden. Dat is niet handig, hè? Voilà, ze. We hebben het allemaal neergezet. En we gaan dus lekker naar boven toe. Want dat moet ook gebeuren. En even al die shit even halen. Want we moeten niet met de wapen naar binnen gaan. Dat is niet echt bepaald netjes. Dus laat het even gaan doen. En ik heb trouwens ook een nieuw hondje gekocht, mensen. Jawel, ik heb mijn hondje laten zien. En dit is namelijk de heer Puk. Oftewel Puk. Zo noem ik hem eigenlijk ook gewoon. Hallo, Pukkie. Hey, je bent leuk, man. Ik hou van deze beest. Wat vind je van deze hond? Laat even weten in de comments wat jullie ervan vinden. En natuurlijk, mijn kat is ook weer thuis natuurlijk. Snuitje. En Snuitje zit dus namelijk daar zo. Jawel. Snuitje zit ook lekker te chillen. Even kijken. Hey, Timo. Hey, ik ben leren piano aan het spelen. Oh, nice. Goed dat je een instrument bespeelt, man. Ja, hè? Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat hij het netjes doet. Dus ja, moet je lekker mee doorgaan. En eens even kijken, wat is mijn vrouw eigenlijk? Hey, lieverd, ik ben thuis. Hey, Delano. Hoe gaat het met je? Ja, mij gaat goed hoor. Gaat het met jou? Ja, maar mij gaat ook goed hoor. En hey, de deurbel gaat. Even kijken wie er voor de deur staat. En mijn hond begint dat te blaffen. Wat? Een teddybeer? Wat? Ik heb er vandaag geen post besteld. Ten eerste is het laat. Avondpost. Maar niet dat ik weet. Maar ik ga even de deur open doen. Ik weet niet wie de postbode gebeld heeft. Maar dat zal ik vast niet zijn. Dus ik ga even de deur open doen. Hallo? In ieder geval een teddybeer. Ik weet niet wie de pakketje heeft bezorgd. Maar ik heb geen teddybeer besteld. Schat, heb je een teddybeer besteld? Nee, ik heb geen teddybeer besteld. Heb jij er eentje besteld, Timo? Nee, ik heb ook niks besteld. Vreemd. Ik weet niet wat die teddybeer verder in huis doet. Maar in ieder geval, het maakt ook niet heel veel uit. Laat hij gewoon even lekker gaan. Relax, toch? Ik kan hem even binnenleggen. Kijk eens, zo'n dus een teddybeer. Oh, wat leuk. Ik wil hem eens spelen. Hij ziet er zo lief en zo uit. Ik snap het, jongen. Alleen die honden moeten niet in zo'n blaffen, weet je. Vind ik wel een beetje apart. Maar in ieder geval, nu ligt hij dus echt wel lekker te slapen. Ja, ik hou van teddyberen. Nou, goed om te horen, jongen. Nou, in ieder geval, even kijken. Ik word gebeld. Huh? Hallo, je spreekt met Delano. Hey, je spreekt met Melissa. Ken ik jou ergens van? Nee, maar alsjeblieft, ik nodig uit om naar de McDonald's te gaan. Oké, Melissa, is goed. Dan kom ik zo naar de McDonald's. Laten we dat doen. Is goed, dan zie ik je zo daar, Daddy. Is goed. Dan
ga ik dus naar de McDonald's. Hé, schat, wie was het nou? Ik weet niet wie het was. Ik vond het heel raar. Anoniem telefoontje. Wat moet hij van je? Moet hij op zijn been komen of zo? Nee hoor, hoeft niet. Ik los het wel zelf op. Ja, en als ik met een andere jongen zit, dan word ik gelijk boos. Gaat het niet om. Ik ken die Melissa helemaal niet. Dus ik wil even weten. Je weet hoe loyaal ik ben. Je weet dat ik totaal niet van vreemd gaan ben. Oké, enigszins wel gelijk, maar alsjeblieft. Doe geen gekke dingen, hè? Nee, komt goed, lieverd. Oké, ik denk dat het verstandig idee is om even naar Melissa te gaan. Dus laat ik dat even gaan doen. Want ik heb er eigenlijk wel zin in. Of niet aan zin in. Ik weet niet wat ik hiervan moet wachten. Maar ik vind het een beetje apart. Dus laat ik even gaan. Dus weet je wat? Ik ga even via de deur en dan kom ik er wel. En wat doet die teddybeer nou hier beneden? Ik heb echt geen idee wat hij nou precies doet. Maar ik vind het een beetje apart dit. En oké, er komt bloed uit die beer? Of is dat ketchup? Want dit is geen grap, hè? Oh my god. Oké, hele rare situatie dit. Maar in ieder geval, ik ga dus naar de vriendinnetje toe van mij. Ja, niet mijn vriendin, maar een vriendin. En ik wil toch echt weten wat ze moet van mij hebben. Want ik vind dat een beetje apart. En het is al avond. Dus weet je wat? Ik ga lekker jumpen. Gaat het nu lukken? Ja! Het is maar gewoon gelukt. Zo, steady dit. Oh my god. En kijk eens aan, we zitten gewoon op de snelweg. Nou mensen, we kunnen toch iets gelukkig. En ik ben er heel blij mee dat het soepel is gegaan. Want het had ook anders kunnen aflopen natuurlijk. En dat willen we graag niet hebben. Maar in ieder geval, hoeveel teddyberen kun jij tellen? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, weet je wat? Ik ga lekker naar mijn date toe of wat het ook precies is. En ik zie jullie daar weer. Oké, dames en heren, we komen dus bijna aan bij Mackie Gang. En ja, dat is daar misschien een of andere Melissa. Ik weet niet wie Melissa is, maar een beetje apart. Want Tanja, ja, dat is mijn vriendin. Ja, die zit gewoon thuis op de bank. En die vindt het niet echt fijn als maar iedereen loopt te daten natuurlijk. Nu ben ik ook niet plan om een date te doen, maar ik wil toch even weten waarom ik hier naartoe moet komen. Ik ben gewoon nieuwsgierig, snap je? Dus ja, ik ga toch wel even naar binnen toe en ik ga eens even een pols ook te nemen. Hallo? Melissa, waar ben je? Ik ben hier! Wat is hier? Achter de keuken! Huh? Waar zijn alle medewerkers? Die zijn vrij! Wat bedoel je dan? Melissa? Hallo? Melissa? Hoi Delano, ik ben hier! Wat is hier? Ik ben hier zo. Waarom lach je zo? Ik zweer je ook heel, wat denk je, Juanita? Hey, wat heeft dit nou weer te betekenen? Hey, stop daar nou eens mee. Hé? Kom op. Nee, dat ga je niet doen. Zo, liggen jij. Dat gaan we niet accepteren, hè? Nee, je gaat... Hey, joh, wat denk je wel niet? Kom, stoppen jij. Zo, had je nog wat, hè? Melissa, ik zweer het je. Hè, wat denk je wel niet? We gaan je vreemd, hè? Ik vreemd? Ik ben helemaal niet vreemd gegaan, joh. Stomwaaf. Kom op, dat gaan we niet accepteren, hè? En voor de mensen die zeggen, je mag geen meisje slaan. Slaan als een vent, incasseren als een vent. Dat is wat ik zeg. Maar even serieus, ik ben helemaal niet vreemd gegaan. Ik wou haar niet. En als ik al iemand niet wou, en jij vindt mij misschien altijd al leuk. Ik ken jou van school. Maar dan moet je niet gaan janken als ik jou niet leuk vind. Goed, ik ga meteen naar huis toe, denk ik. En ik ga eerst even naar het toilet. Want ik moet wel even. En hey, wat is dit nou weer te betekenen? Hey, joh. Hey, Ronald. Wat? Oké, dit is heel vaag. Nee. Au. Oh. Nee. Zo, dat gaan we niet doen, hè? Zo, hoppakee. Nog iets, Ronald, hè? Doe maar, sla maar. Zo, lekker voor je. Moet ik nog een keer in je been snijden, hè? Blijf maar slaan, hoor. Zo, hoppakee. Niet doen, Ronald. Ik zweer het. Ik heb dat mes van de domwerf gepakt, dus... Hey. Je bent niet zo slim. Zo, hoppakee. Slice, you know? Hoppakee. Zo, daar lig je dan, hè? Oude Ronald van mij. Jullie denken tegen hem op te kunnen nemen. Twee bloederige vlekken. Misschien moet ik voor je ook even een bloedvlek maken voordat je overeind komt. Ik hoef mijn ex nooit meer te zien. Of mijn ex is mijn ex niet eens. Gewoon een eng mens. Ga maar lekker liggen jij, hè? Ik ga lekker naar huis toe denken, want ik ben er wel een beetje klaar mee. Want er was geen goede Mac-date. Ik weet niet wat het nou precies was, maar er was eerder een mock-date, denk. Jezus, wat is er dan voor kattenkwaad? Helemaal voor het saus hierheen gekomen, hè? Altijd hetzelfde gezegd met die dames. Ik heb één vriendin en daar blijf ik loyaal aan. Mijn schatje, Tanja. Meer ga ik ook niet achter zitten. Want ja... Waarom zou ik met andere dames willen? Ik heb toch niks mee te maken, jongen. Als wie zie ik er denk je uit? HVK of zo? Terwijl ik gewoon 10 keer zo lelijk ben? Nou, nee. Dus gewoon nee. Goed, laten we even lekker gaan stunten met onze auto. Ik ga lekker naar huis toe. En ondertussen terwijl ik naar huis word gereden, word ik ineens gebeld. Hallo? Hey Delano, kom naar de pier toe. Hoezo we nou weer naar de pier? Geen informatie beschikbaar. Oké, nou toevallig ben ik dichtbij, dus ik ga even lekker langs de pier. Ik denk dat het een goed idee is. Dus weet je wat, mensen? We gaan even de pier oprijden. En ik ben dus heel benieuwd wat ik hier te wachten staat. Au. Of in ieder geval bij het pretpark. En we gaan zien, man. Ja, dat is. Dus ja, daar is de pier. Daar is de reuzenrad. Daar is de achtbaan. Hartstikke mooi in de avond. I love it. I love this, you know. Alright, ladies and gentlemen. Ik ben dus hier aangekomen en ik weet dus totaal niet wat ik moet verwachten hier. Het is mooie kermis, maar er is helemaal niemand. Alle lichten staan hier wel aan. Ja, ik zweer het. Ja, de stroomverbruik, jongen, dat is hier ook echt tot de zotte. Maar dat weet ik ook wel ondertussen. Dus ja. En waarom moest ik hier nou precies naartoe komen? Ik snap er helemaal niks van. Oh my god. Ik vind het weer zoiets raar. Al die anonieme telefoontjes. Ik blijf een beetje gek van worden. Ik zweer het je. Ik word er helemaal gek van. Maar ja, niet desalniettemin. Ik ga er gewoon lekker op af en ik ben dus heel benieuwd wat er eigenlijk aan de hoek staat. Dus laten we even gaan kijken. Hallo? Hallo Delano. Wat fijn dat je bent gekomen. En oma, wat doe jij hier? Oma kan niet praten. Wat heeft dit te betekenen, joh? Huh, wie ben jij? En wat doe jij hier? Ik zweer het je. Hey, dit gaan we niet accepteren, hè? Zo, liggen jij, vriend? Van oma blijf je af. Zo. Kan je lekker stunnen, vriend? Zo. Niks ervan, Tom. Zo. De volle lading kun je krijgen. Nog iets? Nu ben ik Roos de kat, hè? Nog iets? Oké, ik heb niet de goede wapen. Ga maar, kom. Ik heb een idee. 3, 2, 1, vliegles. Zo.
Dag. Lekker in het water. Pittig, spetter, spater. Tom die heeft een kater. Lekker zwemmen. Ik ben blij dat het met mijn oma alles goed gaat dat ik haar niet heb geraakt. Dat was het belangrijkste. Oma is gered. En hopelijk gaat oma gered blijven. Want ik word er een beetje gek van anders. Dus ik zeg je eerlijk. Maar weet je wat mensen? Laten we lekker naar huis rijden. Want ik heb wel wat thuis te doen. Dat moet ik wel even toegeven. Dus we pakken de oortel. En we gaan naar Osso. En ik begin echt gewoon lui te worden. Hè. Ik ben gewoon een lui kater. Hè. Nee, geen kater. Hè. Geen katten, geen water. Maar gewoon reden. Nou mensen, ik denk dat ik een plan heb. En mijn plan is dat ik even heel erg hard het gaspedaal in ga drukken. Maar ook even hard rijden natuurlijk. We komen dus bijna thuis aan. En ja, ik weet niet wat ik hier op te wachten sta. Maar in ieder geval, we komen dus bijna thuis. En dat is wel heel prettig. Dus daarentegen. Allee, kom op. Pas niet. Oh, we gaan tollen. Ja. Oké, we hebben getold. Heel mooi. En dan gaan we dus nu naar binnen toe rijden. Want we hebben nodig. En ik wil even iets gaan doen. Dat is echt een lange zin. Maar het maakt niet uit, mensen. We komen dus bijna thuis aan. En oh my god, ik ben dus echt benieuwd wat er op mij te wachten staat. En hey, joh, ik weet niet wat het is, maar ik kan niet zo goed rijden in deze auto op een of andere manier. My god, ik moet even leren rijden. Maar maakt niet uit. Oké, daar komen we aan. Dus we gaan even naar beneden toe. En laten we even onze auto gaan parkeren. Oké, mensen, onze auto staat hier dus geparkeerd. En jawel, we gaan dus even naar boven toe. Want oh, ik zweer het je, man. Even dat mes weg doen. Want het is niet echt heel netjes om met een mes naar binnen te gaan. Eerlijk, dat is een beetje apart. Ik wil nu even gaan ronken, man. Want ik ben echt wel moe. En ja, ik ben er gewoon echt helemaal klaar mee. En huh? Hallo, soms hebben we daar geblaffen, daar gemauwen. Kom op, wat is er nou? Ik vind het heel raar. Waarom blaft ze in godsnaam een beer? Oké, een beetje apart. Maar ik denk dat ik even lekker een frisse duiker neem, want ik heb het eigenlijk wel nodig. Dus laat ik het even gaan doen. Oké, een frisse duiker. Eens even kijken hoor. Hé, lieverd, ik ga even in het water, ja? Is goed. En waar is mijn zoon trouwens? Oh, die speelt nog vast wel piano, denk ik. En ik vind het leuk om te zien dat je nou tegenwoordig piano aan het spelen bent. Ja, vind ik ook. Ja, inderdaad. Oh, ik wil even denk ik een frisse duik nemen. Dus laat ik dat even heel gauw gaan doen. Want ik denk dat we dat prima kunnen gebruiken. Alright, even een frisse duikje. 3, 2, 1. En, oh, ja, let's go. Oh, even genieten hiervan. Zo. Mijn vrouw is lekker aan het boksen. Vindt ze leuk. Is een nieuwe hobby van haar. Dat kan, hè. Altijd goed, toch? Als je een nieuwe hobby hebt, altijd interessant. Dus ja. Oh, lekker zwemmen. Help, Donato, help! Huh? Wat is er nou? Huh? Waar is zij nou gebleven? Wat? Oké, dit is een beetje heel erg raar. Ik ga even naar de woonkamer toe. Oké, hier klopt dit niet. Ik ga even heel graag naar de woonkamer toe, hoor. En wat? Ik hoor mijn katten ineens helemaal houden. En mijn hondje piept? Nee. Wat is er aan de hand? Huh? Wat is die beer? En wat is met mijn kat? Waar zijn die dan? En wat is mijn schat? Ik weet niet waar ze is. Nee. Dit meen niet. Nee. Dit meen niet. Ik heb dat gekocht gisteren. En mijn kat is ook neer. Oh nee, dat meen niet. Wie heeft het nou weer gedaan? En waar is die beer in godsnaam gebleven? Ik zweer het je. Ik ben hem helemaal kwijt. Ik ga denk even lekker tv kijken. Ik denk dat ik dat even goed kan gebruiken. Dus laat ik even toch wel proberen entertainment te zoeken. Laat ik dat even doen. Oh, SpongeBob. En help. Wat? Ik zweer het je, man. Ik vind het heel raar. En waar komt dat geluid in één keer vandaan? En huh? Wat is dat nou? Is dat... Wat, die beer leeft? Kan die naar beneden toe? Oh, shit. Oké, even een mes pakken. Ik vind dit heel verdacht worden. Ik zweer het je. Ik ga ook even naar beneden, denk ik. Goed, misschien een goed plan. Ik wil heel graag weten waar die kinderen en alles gebleven zijn. Ik vind het een beetje apart worden, dit. En, ik snap er letterlijk helemaal niks van. Oh, nee. Er gebeuren allemaal gekke dingen in één keer voor mijn neus, man. En, oké, ik ben dus nu in de keuken dus aangekomen. En, hallo? Is er iemand? Is er niet naar beneden gegaan, hè? Of zit dat nou? Ik weet niet. Irons. Even kijken, hoor. En, huh? Een dungeon? Wat, dit wist ik niet. Ik wist dat ik een dungeon in mijn eigen huis had. Wacht eens even. Dit is een beetje heel erg apart. Ik zat even die muren te controleren. Ik vond het een beetje apart. En, huh? Waar kom ik aan? En, wat? Dit meen je niet. Omi van de Lano, je gaat dingen meemaken. Auw, help me. Aanschouw mijn show. Laten we gaan beginnen bij de kleinste. En wat? Wat doet hij met die kleine? Oh nee, dit meen je niet. En hij kan tegen vuur, hij is vuurbestendig. Nee, mijn kleine zoon. Wat is hier gaande? En je dochter is de volgende. Wat? Wat heeft dit te betekenen? Hey, wat heeft dit in godsnaam te betekenen? Oma, gaat alles goed met jou? Nee, ik weet niet wat er op mijn neus gebeurt. Ik vind het heel raar, ik zweer het je. Wist dat er iets aan de hand was met jou? Ik zag je naar beneden lopen, hè? Wie ben je dan? Als jij denkt dat ik ergens nergens tegen kan, dan heb je het fout. Oh, is dat zo, beertje, hè? Oh my god, hij is vuurbestendig. Oké, hij gaat steken. Au, nee. Dat ga je niet doen. Nee, nee. Die steken, hè? Zo. Hoppakee. Lig jij, beer? Heb je nog wat tegen mij, hè? Hey, dat gaan we niet doen. Zo. Oh. Oké, ik voel het heel even heftig, dit. Ik zweer het je, man. Het begint nu een beetje licht te worden, volgens mij. Maar goed, oh, wat een heftige avond was het ook, jongens. Oh, we hebben niet van eigen bioscoop. Dat wist ik helemaal niet eens. Maar mensen, weet je wat? Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Like even deze video. Abonneer op dit kanaal met belletje aan. Zie ik je later terug bij een nieuwe video. Adios.